Hey Thierry. Chris. Chris, het is herfst hè? Oh, dat is niet zeker. Net overleefd. Hey Thierry, het is herfst hè? Het is herfst, inderdaad. En wat kan je nou goed vinden in de herfst? Ik zie heel veel bladeren. Bladeren, ja. Herfstbladeren, die vallen van de boom af. Ja, die wij ook wel steeds weg hè? Weet je wat ik altijd leuk vond vroeger toen ik klein was? Nou? Een paddenstoelenspeurtocht. Wat is doen de speurtocht? We kunnen hier de bossen in duiken en dan kunnen we kijken wat er allemaal zit. Ja, is goed. Dus we zijn in het Leipark en dan gaan we een paddenstoelenspeurtocht uitzetten in het Leipark. Nou, dan gaan we dat doen. Met schatkaart die we zelf kunnen invullen. Oké, is goed. Oké, dus de speurtocht die begint bij de brug, bij de Leihoeve. En dan gaan we hier zo stiekem het paadje in. Tot zo. Ja, loop maar in. Heb je al een paddenstoel gevonden? Nog niet, zegt hij. Nou, tot zo. We zijn binnen in het bos. Hey Thierry, wat heb je gevonden? Ik heb hier een hele groep zwammen gevonden. Kom eens kijken. Ja, dichterbij. Kijk eens, hier in de hoek zitten ze nog. Oké. Okay. Dit is een hele club. Ja. Met plaatjes eronder en van die grote hoeden die zo opgekruld zijn. Wat is die? Dat is typisch voor honingzwammen. Honingzwammen? Ja. Waarom heten ze honingzwammen? Ze smaken niet naar honing waarschijnlijk. Nee, maar sommige zijn wel eetbaar, maar er zijn heel veel soorten honingzwammen. Ja, ja, maar paddenstoelen mocht je niet eten, toch? Nee, paddenstoelen mogen niet eten, ogen af blijven, zeker niet in je mond stoppen. Nee, want ze kunnen giftig zijn, toch, paddenstoelen? Thierry, kom eens terug, ik heb iets gevonden. Hier, je loopt zo voorbij, maar hier staan ook paddenstoeltjes. Oh, kijk, op een boom zelf. Goed, op een boom, ja. Niet op de grond, maar op een boom. Wat zijn voor paddenstoelen, Thierry? Dit is met een heel moeilijk woord is het de helmmycena. Mycena eigenlijk voor we zeggen zwam. Oké, okay, ja. En zo'n ding, als zo'n hoedje, als een helmpje. Ja. En soms groeien ze in zo'n upje hier, zo. Ja. En dit is een groepje bij elkaar. Maar in deze boom zit dus een schimmel. Oké. Okay. En die maakt al die paddenstoelen. Stuurt ze allemaal naar boven. En daar zitten dan de sporen in die hoedje. Wat zijn paddenstoelen eigenlijk? Paddenstoelen zijn de vruchten van de schimmel. Dus hier is een schimmel, dat is een levend wezen. En op een dag willen ze zich voortplanten. Mm-hmm. En dan moet je de zaadjes maken. Maar in zo'n boom zie je het daar niet op, want die zaadjes moeten er bij de wereld. Ja. Dus dan maak je allemaal paddenstoeltjes. En tussen die plaatjes vormen zich allemaal zaadjes die we sporen noemen. Okay. En door de wind en door de regen en door dieren en door allerlei oorzaken gaan die de wereld in. Ja, komen dan weer nieuwe paddenstoelen of komen dan nieuwe schimmels? Door die zaadjes komen eerst nieuwe schimmels en die vormen weer nieuwe paddenstoelen. Oké, dus zo plant de schimmel zich voor. Zo plant de schimmel zich met paddenstoelen. Ja. Oké, tof. Mooi hè? Weer iets geleerd. En dit hier? Ook iets gevonden. Hé, Chris, goed gevonden. Wat is dat? Ik heb geen idee. Nee, dezelfde honingzwam, maar in een stadium. Ook een honingzwam. Maar dan een stukje jonger, zeg je. Een stukje jonger, ja. Ja, oké, lopen we verder. Thierry, wat heb je gevonden daar aan de lei? Kijk eens, sommige zwammen. Die groeien in bundels. Kijk, hier komt er eentje. Ja. En dit is al een bundeltje van twee. Oké. Okay. En omdat hier zo'n beetje wolachtige structuur, een beetje haren zo, zie je dat? Ja. Nou noemen we dat wollige bundelzwam. Oké. Okay. En er worden er nog veel meer. Er kunnen wel bundels worden van 10, 20, 30 zwammen. Oké, okay, tof. Toevallig heb ik hier maar twee. Oh, ik mag ze niet aanraken. Niet aanraken, hè, Thierry. Niet aanraken. Dus kinderen thuis, niet aanraken. Alleen een ervaren gids. Ja. Nummer 3, de wollige bundelzwam. Nou, schiet lekker op. Mooi toch? Ja, verder zoeken. Ik denk dat ik zwerm in inktzwammen gevonden heb. Is dat waar ik nu bij zit? Ja, dat is precies waar jij nu bij zit, ja. Oh, kijk eens. Als je dat dan weghaalt, zie je de plaatjes. Mm-hmm. Oh, ze zijn best wel veel. Ik ben inderdaad een hele zwerm onderuit. Ja. Kun je het zo vertellen? Zwerm, inktzwammen? Ja, ze groeien in hele grote groepen bij elkaar. Uh-huh. Het gaat vrij snel, want inktzwammen, dat gaat al vrij snel. Oké, hoe bedoel je? In korte tijd worden ze groter. Mm-hmm. En dan gaan ze een sporen zitten in een soort inkt, daarmee het inktzwam. Okay. Hij gaat dan vloeien, zoals de inkt in een pen. Ja. En binnen een paar dagen is het weg. Oké, dus als de kinderen straks op speeltuig zijn, dan kunnen ze deze waarschijnlijk niet meer vinden. Nee, maar dan hun broertjes wel waarschijnlijk, want die zwermen inktzwammen, die komen in zwermen. Oh, dus en dit is dan niet de enige zwerm in het park. Ze staan straks weer eens anders. Precies. Hey Thierry, waarom ben je hier nou gestopt? Ik zie helemaal geen paddenstoelen. Nee, dat klopt, maar ik wil even laten zien dat paddenstoelen behoort tot de schimmelrijk. Ja. En zie je die witte dingen hier? Ja, dat zijn geen paddenstoelen, Thierry. Nee, maar het zijn wel schimmels. Dat zijn wel schimmels, oké. Okay. Kijk, ze vormen ook dit poeder, er zitten sporen in. Oh, dus niet alle schimmels maken paddenstoelen?
Nee. Niet alle schimmels maken paddenstoelen. Dat is een, we hebben de hogere en de lagere schimmels. En de lagere schimmels die vormen geen paddenstoelen. Oh. Die blijven gewoon zo wit. Want als je een boterham hebt, ja, en die stop je in je broodtrommel, en ja, 3 weken later haal je hem eruit, zit hij vol met schimmel. Zit geen paddenstoelen. Oh, toch? Nee, dat klopt. Oké, maar Jerry, ja, voor onze paddenstoelenspeurtocht hebben we hier helemaal niks aan, hè? Vrij weinig. Nee, oké, dat is dan duidelijk. Dan gaan we weer door. Gaan we verder zoeken. Chris, ja, dus je bent nu dus eigenlijk onder de paddenstoel naar de sporen aan het kijken. Eigenlijk wel, hè? Ja. Dat zijn de zaadjes van de paddenstoelen. Van de schimmel eigenlijk, hè. En die gaat hij dan verspreiden, zodat er overal weer nieuwe paddenstoelen gaan groeien. En weer nieuwe schimmels komen. Ja, deze heeft inderdaad zelfs nog een klein steeltje. Oké, een steeltje, maar hij hangt op zijn kop. Ja. Oké. Dus paddenstoelen groeien in de grond, of door je bomen, maar dus ook op zijn kop. Hey Thierry. Ja? Ik begin het idee te krijgen dat paddenstoelen nog graag op dode bomen groeien. Ja, maar ik zie hier gewijzwammetjes. Gewijzwammetjes? Ja. Wat zijn dat dan? Nou, dat zijn een soort schimmels, een soort paddenstoelen. En die hebben een gewij. Wacht eens even, maar herten hebben een gewij. Hoe kunnen zwammen een gewij hebben? Dat vind ik een hele goede vraag. Misschien moeten we dat eens aan Chris vragen. Chris, hoe kunnen zwammen een gewij hebben? Ja. Het zal wel een functie hebben, maar vraag het mij niet. Oh, niet? Ik weet het echt niet. Nou ja, mij hoeft het ook niet te vragen. Dus we weten niet waarom een gewij zwam een gewij heeft. Nee, maar wel waarom hij zo heet. Want het is toch precies het gewei van een hert, van een damhert, zie je dat? Ja. Die vertakkingen. Ja. Hey. Nou, goed gevonden. Dit is ook een leuke. Wat heb je gevonden, Chris? Is dat niet iets met zwavel? De zwavelstokje? Oké, Chris en Thierry zijn hier heel hard aan het zoeken naar paddenstoelen. Want hier ligt heel veel dood hout, dode boomstammen en zo. En daar groeien paddenstoelen nog wel graag. Dus welke paddenstoelen kan jij hier vinden tussen alle takken? Heb je er een gevonden? Maak dan een foto met de app Ops Identify. En dan die vertelt je precies hoe een paddenstoel heet. Succes! Hey Thierry. Ja? Ik zie hier iets hangen. Waar? Wat is dat? Daar beneden, Thierry. Paddenstoelen zoek je beneden. Dit ding? Ja. Wat is het? Dit is een wittige boom, dit is een berk. En er horen eigenlijk vliegenzwammen bij te staan, toch? Ja, maar er is nog een zwam die bij de berk hoort. En welke dan? Als je heel logisch nadenkt. Een zwam bij een berk is een bergzwam. De berkenzwam. Ja. Kijk, en die vliegenzwam die werken samen met de berk. Ja. En deze eet hem op. Oké, die eet de berk op. Ja, okay. Dus als je heel veel van deze hebt, dan blijft er van deze mooie jongen niks over. Daar gaat de boom dus van dood. Ja. Oké. De berken doden, sorry. Ja. Oké. Nou, tof. Dat is helemaal niet oké. Okay. Oh nee, sorry, dat is niet oké. Okay, want daar hebben de vliegenzwam ook geen vriendje meer mee samen te hebben. Hey, heb je gevonden? Ik heb niks gevonden. Staat hier iets dan? Nou ja, je kunt het bijna niet zien, maar volgens mij staat hier iets tussen de blaadjes. Zo, zak weg. Ik zie alleen maar blad. Oh, hier bedoel je? Goh. Ja. Ik kijk er overheen. Kijk dan hoe dat op elkaar lijkt, joh. Ja. Dus die zwam heeft dezelfde kleur als het blaadje erop ligt. Honingzwammen die gewoon opgaan in het landschap van... Hij lijkt al gecamoufleerd. Gecamoufleerd? Ja, dat hij niet opvalt. Oké, dat hij opgaat in zijn omgeving. Ja, zoiets, ja. Dat is ook de bedoeling, want als dieren dat eten voordat die sporen zich gevormd hebben... Ja. Ja, dan worden die mee opgegeten. En dan kan hij zich niet voortplanten, dus... Hij beschermt zichzelf door de omgeving op te gaan. Dus als de dieren hem tussen helpen eten, zijn de zaadjes dan niet klaar en dan kan hij zichzelf niet verspreiden. Precies. Aha. Dus heb je gevonden. Nou, dan moet je even je camera daar neer. Ja. Zie je me staan? Ja. Op een grote paddenstoel, rood met witte stippen. Zat kabouters tullen been. Heen en weer te wip. Ik denk dat de beste zanger geen programma voor ons is. Chris, waarom staat die paddenstoel hier? Tja, dat is een hele goeie. Volgens mij werkt die onderdeel samen met de berk. Ja, waar zie jij een berk? Ik denk achter jou, of niet? Ja, dit is een berk. Ja. Maar Thierry, ik heb een vraag aan jou, hè. Want net had je het over camouflage. Nou, die vliegenzwam is niet echt heel goed gecamoufleerd. Nee, dat klopt. Maar rood is een waarschuwingskleur in de natuur. Rood wil zeggen, ik ben giftig. Oké, dus vliegenzwammen zijn giftig. Vliegenzwammen zijn giftig. Dus die mag je niet aanraken.
Nee, we mogen geen paddenstoel aanraken. Nee. Oh ja, dat is waar. Paddenstoelen mochten we niet aanraken. Okay. Hey, maar ik heb ze ook wel eens gezien dat ze gewoon plat zijn. Ja, klopt. Ik ook. Klopt, maar die hoed moet zich nog uitvouwen. Ah, er zit een jonge paddenstoel, kan ik zien. Dat is heel klein. En als je wat ouder wordt, dan gaat de hoed wordt plat. En zie je die witte stippen? Ja. Als ze heel jong zijn, zitten ze in een vlies. Mm-hmm. En die witte stippen zijn de resten van het vlies. Okay. Je ziet ook wel paddenstoelen die helemaal uitgespreid zijn en die zijn eigenlijk bijna geen stippen meer. Nee, oh, dat is het vlies al vanaf. Oké. Okay. Waarom heet een vliegenzwam eigenlijk een vliegenzwam? En zie je dat rode velletje wat erop ligt? Ja. Vroeger werd dat eraf gehaald. Ja, het rood, ja. En dat werd dan in een kommetje met zoete melk gelegd. Ja. En dat kommetje zetten de boeren, zetten ze tussen een vee, tussen een koeien en schapen. Ja. En de vliegen die het vee kwamen plagen, kwamen ze steken en zo in hun neus kruipen. Ja. Die vonden dat die zoete geur lekker, dus ze kwamen erop af. Maar ja, de vliegen zwam is giftig. Ja. En zo gingen de vliegen dood. En daarom heet die de vliegenzwam. Oh, oké. Okay. Slim. Mooi, hè? Ja. Nou ja, niet zo mooi voor de vliegen, maar... Terry, waar gaan we heen? Oké, dus ik kunt hier gewoon door. Bij die opvallende mirasboom. Gaan we hier gewoon in. Terry, wacht op mij. Wacht op mij. Hij wil iets gewonden. Nou, we hebben deze prachtige exemplaar aangetroffen. Oeh, hey. Thierry, die boom die leeft niet meer. Nee, die boom is al een tijdje overleden. Ja. Wat hangt eraan? Tonderzwammen. Tonderzwammen, die we net ook gezien hebben. Ja. Dit zijn wel groot, ja. Dus eigenlijk is die boom overleden aan die tonderzwammen. Die eten hem op. Ja. Maar je kunt ook, als je hierop klopt, ja. Merk je dat die hol is. Ja. Ik hoor het. En hier komen toch zaadjes uitgevlogen, toch? Uit die paddenstoelen soms. En al die putjes komen de zaadjes uit. Zie je allemaal kleine putjes zitten? Thierry, ja. Wat is eigenlijk jouw favoriete paddenstoel? Oh, ik probeer er ondertussen een tonderzwam te jatten. Ik bedoel het te stelen. Dat mag niet, hè? Je mag ze niet aanraken. Nee, je mag ze niet aanraken. Ligt daar mooi, hè? Ja. Thierry, weet je wat nou het leuke is? No. Wanneer, wat een speurtocht nou echt leuk maakt? Vertel. Nou, als je aan het einde van je speurtocht in de verte een speeltuin ziet, dan weet je zeker dat je speurtocht echt geslaagd is. Nou, je hebt mazzel, want kijk eens wat er aan de horizon ligt daar. Ja, een speeltuin. Een speeltuin? Yes. Mogen Chris en ik daar gaan spelen? Daar mogen jullie gaan spelen, want we hebben net alle paddenstoelen gevonden. Komt het. Ik wil het eerst in de blijf halen. Ja. Wie het eerst is? Hey Thierry. Ja. Dat was hem dan, hè? Dat was hem. Onze paddenstoelenspeurtocht. Paddenstoelenspeurtocht, ja. Dat hebben we heel wat gevonden. Ja, best wel wild. Maar, nou, hoe weten de kinderen nou waar ze die paddenstoelen kunnen vinden? Nou, ze hebben, kunnen toch een kaart maken? Oh ja. Ja, je moet zelf een kaart maken die er ongeveer zo uitziet. En dan kan je op de kaart kan je dan een kruisje zetten waar je de paddenstoelen gevonden hebt. En liefst dan met een naam. Dan kan je dus een app voor gebruiken, toch Thierry? Ja, dat is Ops Identify. Ja. En nou ja, als jij het goede antwoord inlevert bij ons, dan nou, laten we zeggen de eerste drie die krijgen een prijs. Een klein prijs. Hé, hey, met een leuke foto mag altijd, hè. Ja. Naar wie moet je het sturen? Nou ja, naar mij, hè. Naar willem@renewed.nl. Thierry, tot de volgende keer. Tot de volgende keer. En dan Chris. Tot de volgende keer, hè. Oh. Doei. Oh. Ja, doei. Je wist niet worden. Maar dan moet je weten stoppen. Of dan word je te oud, hè, Thierry. Dat kan ook. Dat denk ik ook, ja. Ja. Te oud om video's te maken? Nee, ja. David Attenborough maakt video's. Doei.